is er een rode paprika. Ja. Prei. Het bijzondere van de producten in de boerderij is dat ze op een ambachtelijke wijze worden gemaakt, bijvoorbeeld door de bakker, maar ook op een duurzame manier worden geteeld en nog wel dichtbij ook. Nou, dan is het brood ook alweer klaar. Goedemorgen, hoi. Ik ben er weer. Oh, gezellig. Het leuke van de samenwerking tussen de boerderij en de Hartenkampgroep is dat wij als boerderijverantwoordelijke zorgen dat alle logistiek wordt geregeld, dat alles eromheen wordt geregeld en dat de cliënten van de Hartenkampgroep contact maken met de mensen uit de maatschappij. Dankjewel.